Alex, we hebben hier een hele mooie helm liggen. Ja. Ik heb begrepen dat het verplicht wordt voor schippers om die helm te gaan dragen. Nou, uit ervaring is gebleken dat schippers geregeld hun hoofd stoten tegen bruggen. Dat is niet wenselijk. Daarnaast is ook gebleken dat het zicht op het water in die mate slecht is dat er ongelukken gebeuren. Dus vanuit dat oogpunt hebben wij als ILT besloten om veiligheidsmaatregelen te treffen. En dit is een van de uitwerking daarvan. En het is niet alleen een helm die dus mensen beschermt, maar er zit ook van allerlei lichten zitten erop. Klopt. Ja, dat is bedoeld voor de zichtbaarheid. Hè? De helm tegen de veiligheid, voor het stoten tegen bruggen en dergelijke. Er zijn landelijk gezien toch een aantal incidenten geweest waar schippers, maar ook bezoekers richting het ziekenhuis moesten om hun wonden te laten verzorgen. En de verlichting is nodig voor de herkenbaarheid. Het water is veelal donker. Weinig verlichting natuurlijk. Ja, straatlantaarns aan de zijkant. Maar het water zelf is niet verlicht. Dus je bent gewoon slecht te zien. En de ervaring met toplicht en heklicht en boeglicht is niet voldoende. Dus vandaar dat wij besloten hebben om dit te gaan uitproberen met de helm. En mensen moeten dit ook overdag dragen of alleen als het donker is? Nee, het gaat in als het gaat schemeren. Dan is het verplicht om op te zetten. En als het weer zonsopgang wordt, als licht wordt, dan mag die weer af. Is het alleen voor mensen met rondvaartboten of echt voor iedereen? Nee, het is voor iedereen. Rondvaartboten is waar het oorspronkelijk vandaan komt. Maar ook de pleziervaart gaat hiermee te maken krijgen. En in eerste instantie gaan we nu een pilot doen in 3 steden. Appingedam, Utrecht en Leiden. En als dit bevalt, dan gaan we dit voortzetten op landelijk niveau. En hoe lang duurt die pilot? Is dat het hele vaarseizoen dat er aan zit te komen? Ja, het begint bij de start van het vaarseizoen en het eindigt wanneer het vaarseizoen over is. En wat gebeurt er als mensen die helm nou niet gaan dragen? Nou, in eerste instantie zal het alleen bij een waarschuwing blijven. Maar bij herhaaldelijk wangedrag, dan gaan er toch acties volgen. En acties, dan kun je denken aan boetes. Maar laten we eerst even gewoon dit uitproberen als een pilot. En verwachten jullie niet dat de mensen hier tegen in opstand komen? Iedereen met een helm met water op? Dat kan. Dat verwachten we wel een beetje, maar dat is met alles wat nieuw is, daar moeten mensen aan wennen. Ik denk dat de ervaring zal gaan leren, en het heeft ervaring ook geleerd, dat als dit vaak gaat gebeuren, mensen gaan dit vaker dragen, dan zal het vanzelf ingeburgerd raken. Dat heb je ook gezien met de fietshelm. En wat voor ministerie zijn jullie? Vanuit wie wordt dit nu opgelegd? Dit gaat vanuit het ministerie van Infrastructuur en Water. En wij als ILT zijn een toezichthouder die de wetgeving daarop controleert. En nu zijn we met de gemeenteleiding in gesprek gegaan of zij aan deze pilot wilde meewerken? Precies. We hebben het aan de wethouder voorgelegd. We zijn met hem in gesprek gegaan. En vanuit dat gesprek zijn we allebei tot een consensus gekomen dat we hiermee door willen gaan.